Donald Trump is pas de derde Amerikaanse president die een staatsbezoek brengt aan het Verenigd Koninkrijk. Na Bush in 2003 en Obama in 2011. Dus ja, de hele wereld kijkt mee nu natuurlijk. Het driedaagse bezoek begon gisteren met de aankomst van de Air Force One op London Stansted. Waarna het met een helikopter naar Buckingham Palace ging, waar Trump en de First Lady werden opgewacht door Charles en Camilla. En het stel werd welkom geheten met militaire eer en saluutschoten. 41 voor Trump en ook 41 voor Elizabeth. In de Westminster Abbey legde Trump vervolgens een krans. En 's avonds klonken er glazen en lovende woorden tijdens het staatsbanket. Waarbij Trump nog even viral ging omdat het leek alsof hij hier de rug van de Queen aanraakte. Volgens het protocol hevig uit den boze. Maar zoals altijd was Elizabeth niet van haar stuk te brengen. Vandaag praat Trump met kopstukken uit het Britse bedrijfsleven en met premier May. En morgen is de nationale herdenking van 75 jaar D-Day in Portsmouth. Dat is de hele aanleiding voor het bezoek. Ja, hoe doet hij het? Wat kan beter? En waar moet Willem-Alexander straks rekening mee houden, mocht hij toch nog deze kant op komen? Bij mij in de studio Victor Vlam, hij is Amerika-kenner. Hij schreef het boek Denken als Donald Trump en hij is expert op het gebied van communicatie. Fijn dat je er bent, ja. Victor. Het is voor de Queen al de 11e president die ze ontmoet. Ik geloof dat ze alleen Johnson heeft gemist. Ik moet het goed zeggen. Ja, en het moet voor hem heel bijzonder zijn, hè? Zeker, het is absoluut iets wat heel bijzonder voor hem is. Hij heeft echt een levenslange fascinatie met het Britse Koninklijk Huis al gehad. Hij heeft vaak geschreven in de jaren 80 al dat een van zijn allereerste herinneringen als kind, dat zijn moeder naar de kroning keek van Queen Elizabeth in 1953. Hij was toen de tijd 6 jaar oud. Zijn vader vond het allemaal niks en klaagde een beetje bij zijn moeder dat het allemaal niks was. Ja. Maar zijn moeder vond het fantastisch. En die fascinatie is altijd erg gebleven. Toen hij in de jaren 80 appartementen moest verkopen in zijn eerste grote toren, Trump Tower. Toen heeft hij het gerucht verspreid dat Charles en Diana een appartement hadden gekocht. Was niet het geval, maar zorgde wel voor heel veel verkoop. En hij heeft ooit eens een keer tegen de interviewer Howard Stern gezegd in de Verenigde Staten dat hij spijt heeft van het feit dat hij de kans had om Diana op een date te vragen, maar dat hij dat destijds niet heeft gedaan. En ja, dat had hij eigenlijk wel willen doen. Maar hij heeft enorm veel respect voor deze mensen. Ja. En dat blijkt ook wel uit het feit dat hij haar toch wel op een bepaalde manier tegemoet treedt. De mensen moeten normaal gesproken werken voor het respect van Donald Trump. Maar de koningin hoeft dat helemaal niet te doen. Is het ook andersom? Heeft de Queen respect voor hem? Want hij is de zoveelste voor haar. Dat is zo anders voor haar. Ze zit natuurlijk al zo gigantisch lang op die functie. Ik kan me inderdaad voorstellen dat zij op een gegeven moment denkt van, hier gaan we weer. De zoveelste Amerikaanse president. Ja. En het is een soort routine natuurlijk die je doorloopt. Ja. Dus ik kan me dat absoluut voorstellen. En tegelijkertijd, weet je, dit staatsbezoek, het kenmerkt zich door de pracht en de praal. En dat is wat we vooral gisteren hebben gezien. Er wordt vandaag wat meer gewerkt. Er worden wat gesprekken gevoerd en dat soort dingen. Maar het belangrijkste van zo'n staatsbezoek is gewoon feitelijk van wat voor plechtigheden gebeuren er allemaal? Wat gaat er allemaal gebeuren? De aanleiding is natuurlijk D-Day. En Trump heeft gezegd, dit is een historisch staatsbezoek. Ja, in wat voor opzicht moeten we dat opvatten? En vind jij dat ook? Ja, weet je, ik denk dat het niet historisch is wat dat betreft. Het gebeurt inderdaad niet zo heel vaak dat er een staatsbezoek is. Er zijn er zo'n 2 per jaar in Groot-Brittannië. Je ziet ook dat het steeds minder aan het plaatsvinden is, omdat het minder nodig is, zeg maar. In de tijd van Stoomboot en toen het 3 maanden duurde voordat je aan de overkant van de plas was, dan had je zo'n staatsbezoek nodig om zo'n vriendschap te bevestigen. Nu kan je mailen. Ja, nu kan je bellen. Inderdaad, vorig jaar is Trump er ook geweest. Dat was een officieel geen staatsbezoek, maar een gewoon werkbezoek. Dus dit is wat dat betreft niet historisch in te noemen. Maar goed, het is wel belangrijk, want er is natuurlijk wel een speciale relatie tussen de twee landen. En in die zin moeten er wel wat goede dingen besproken worden. En het is toch wel een goede zaak dat het plaatsvindt. Ook om het goed te houden natuurlijk. Ja. Het is grappig dat jij begint over vorig jaar, want dat was de eerste keer dat Donald Trump in het Verenigd Koninkrijk kwam. Dat was in juli in Windsor. En toen was er dat akkefietje met dat de koningin op een gegeven moment, ja, dan lopen ze samen een eindje op. En dan, ja, Donald Trump is natuurlijk ook een stuk jonger, maar die heeft dan aardig de vaart erin en die loopt dan verder uit. En er vielen heel veel mensen over dat dit onbeleefd was en ja, rude naar de Queen toe. En dat heeft natuurlijk voor de beeldvorming naar Trump toe niet veel goed gedaan. Nee, dat heeft zeker. En er waren meer van dat soort akkefietjes. Op een gegeven moment liet hij ook de koningin wachten dat je op een gegeven moment echt Queen Elizabeth op haar horloge zag om te kijken waar blijft hij nou. Diep van binnen is Trump natuurlijk een beetje een lompe boer die wars is van dit soort protocol. Daar houdt hij niet van. Hij wil daar los van komen. En dat is ook de reden waarom hij eigenlijk geen enkele tijd besteedt in de voorbereiding aan het leren van dat soort protocol. En feitelijk is de belangrijkste vraag van dit staatsbezoek van, gaat Trump iets doen om dat protocol te breken of gaat hij zich eraan houden? Nou, tot
tot nu toe lijkt het allemaal redelijk goed te gaan. Er is dat ene incidentje waar jij het net over had, dat hij misschien haar rug aanraakte. Nou, dat mag eigenlijk niet als je naast de koningin staat. Je mag haar niet aanraken, je mag alleen naar haar kijken. Maar over het algemeen zijn er nog geen grote incidenten geweest. Nee. Dus het lijkt erop alsof hij dat protocol iets beter bestudeerd heeft deze keer. Ja. Weet jij hoe die aankomt bij de Britten? Kijk, er wordt natuurlijk weer geprotesteerd. Ja. Hè? We hebben een grote opblaas, baby Trump weer gezien en zo. Dan denk ik, ja, hij is niet bij iedereen geliefd. Dat weten we al langer dan vandaag. Maar heeft dat zin om nu weer tijdens zo'n staatsbezoek te gaan protesteren? Ja, het zijn enorm grote demonstraties die daar plaatsvinden. Kijk, de demonstranten hopen dat zij het geluid zo luid kunnen maken dat het hoorbaar is wanneer Trump in zijn vergadering zit, in zijn bespreking zit met Theresa May. Of dat het geval is, weet ik niet. Ik weet ook niet of het echt wat gaat veranderen. In die zin is het vooral een manier om te laten zien wat hun standpunt is. Je zag het gisteren ook politici doen. Er was een groot staatsbanket. Normaal gesproken zijn leiders van alle politieke partijen daarbij aanwezig. Ja. Maar twee leiders waren er niet aanwezig. De Jeremy Corbyn van Labour en de leider van de Liberal Democrats ook niet. En ze doen dat natuurlijk heel erg voor alsof dat iets heel principieel is. Maar dat is ook gewoon politiek die zij daar bedrijven. Bij hun kiezers is Trump niet populair. Dus dit is een politiek statement wat ze daar maken. Maar je kunt je wel afvragen of het verstandig is voor dat soort politici om dat soort dingen te doen. Want de Verenigde Staten is wel de allerbelangrijkste bondgenoot voor het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn nog steeds afhankelijk van de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Dus ja, de tijdelijke leider van dat land ben je toch wel een bepaalde eerbied verschuldigd. Ja, voor Obama waren ze wel gekomen, denk ik. Ik denk dat ze zeker voor Obama waren gekomen, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. En iemand die we ook niet gezien hebben was Meghan. Nee. De hertogin van Sussex, want die werd nasty genoemd. Hij ontkende het zelf, het Witte Huis ontkende het zelf. Maar er zijn gewoon geluidsopnames van, van de Sun gepubliceerd. Dat heeft ook natuurlijk niet geholpen. Dat was nog voordat hij aankwam. Ja, het is niet zo'n hele handige opmerking inderdaad die hij daar gemaakt heeft. Kijk, officieel kon ze er niet bij zijn vanwege zwangerschapsverlof. Maar ze zat er waarschijnlijk ook niet heel erg op te wachten. Omdat Meghan zelf dingen over Trump heeft gezegd in de campagne van 2016 die niet zo heel erg vlijend waren. Ze heeft onder andere gezegd dat Donald Trump discrimineert en een racist is. En vrouwenvriendelijk ook nog eens een keer is. Dus dat zijn behoorlijk pittige uitspraken. Grab him by the pussy. Dat heeft hij inderdaad destijds ook gezegd. Ja. Ja. Maar het punt is, zij is er niet bij. Dat komt ze denk ik allemaal wel goed uit in dit betreft. En het feit dat hij daar ook ruzie maakt met iedereen, dat is natuurlijk het laatste wat de Britten nodig hebben. Want er is al echt politieke chaos daar. En hier is iemand die komt, die maakt ruzie met Meghan, maar hij maakt ook ruzie met de burgemeester van Londen, die een stone cold loser heeft genoemd. Het is weer typisch Trump, maar je kunt je wel afvragen of het verstandig is. Want zeker die burgemeester van Londen, ja, die is waarschijnlijk heel blij dat hij op een wereldtoneel nu een ruzie mag gaan uitvechten met Donald Trump. Ja. Bij zijn kiezers daar is natuurlijk Trump niet populair. Dus dit vindt hij waarschijnlijk geweldig. En ik denk dat Trump daar ook gewoon wel beter zou moeten weten. En misschien zich hierboven moet plaatsen. Het moet laten gaan. Hij is natuurlijk halverwege. Hè? Het Witte Huis, zijn termijn, ruim 2 jaar zit hij er nu. En je zei al, hij houdt er niet van, die protocollen. Hij wil gewoon zich vrij voelen en zijn ding kunnen doen. Denk je dat hij hier nog verder in groeit? Zich beleefder gaat? Of is dit gewoon? Ik denk eerlijk gezegd dat dit het gewoon is. Weet je, dit is Trump. Hij is al meer dan 70 jaar precies hetzelfde. Hij gaat niet ineens van persoonlijkheid veranderen. Dus hij blijft een polariserend figuur. Hij zal zich nooit echt helemaal committeren aan al dat protocol. En tegelijkertijd, hij vindt het wel leuk om hier te zijn. Dat straalt hij wel uit. Ja. Trump is iemand die niet per se van de inhoud is. En de hele vervelende besprekingen, daar is hij ook minder van. Maar dit pracht en dat praal, dat vindt hij eigenlijk ergens wel hartstikke leuk. Dat wil hij ook meer invoeren in de Verenigde Staten. Op de 4th of July wil hij een grote landelijke speech gaan geven. Ceremonieel. Ja, dat ceremoniële, daar haalt hij absoluut van. Ja, ja. Hey, en er was nog een dingetje, want bij zo'n staatsbezoek is het altijd, het staat bol van de tradities ook. En een van de dingen is dat je elkaar een cadeau geeft. En dan had Trump iets heel groots bedacht, een renpaard. Want daar houdt de koningin zoveel van. Hè. Ze gokt ook op paardenracen, doet ze ook nog heel goed trouwens. Maar dat was toch te ongepast. Dat was een misser eigenlijk. Ja, dat is absoluut een misser. Ja, ze hebben ook wat cadeaus teruggegeven. Dus de Britten hebben dat gedaan aan Trump inderdaad. Dat is toch een nederlaag, een schandaal. Ja, absoluut, het is absoluut een schandaal inderdaad. Dat hadden ze beter moeten voorbereiden wat dat betreft. Dat is iets wat je eigenlijk niet had moeten laten gebeuren. En als je iets beter voorbereidend werk had gedaan, dan had je dat ook kunnen voorkomen. Het grappige is ook de cadeaus die Trump heeft gekregen. Het is ook wel interessant om te zien wat ermee gebeurt. Die neemt Trump mee naar de Verenigde Staten. Maar daarna verdwijnen ze direct in een of ander depot in Washington, waar ze eigenlijk bijna nooit meer uitkomen. Want die cadeaus mag je niet zelf houden als president. Okay. Die worden in dat depot net buiten Washington gezet. En als er dan een keer een expositie is voor de relatie tussen Washington en Londen bijvoorbeeld, dan worden al die cadeaus van de afgelopen 100 jaar een keer naar buiten gehaald. Ja. Dus het is altijd een klein beetje faken dat je er blij mee bent. Maar eerlijk gezegd, niemand zit er echt op te wachten. Voor de fijnproevers. En zo hebben ze ook golfattributen, geloof ik, bekeken. Goed, dat is allemaal voor de beleefdheid. Maar nou komt hij ook nog naar Nederland. Tenminste, dat was het verhaal. Willem-Alexander heeft hem uitgenodigd. En dat was heel ongebruikelijk, want het was nog niet duidelijk of hij dan de uitnodiging ook zou accepteren. Hoe staat het met die uitnodiging? Weet je dat? Waarschijnlijk gaat het niet worden.
Amerikaanse ambassadeur in Nederland, die heeft gezegd dat het hoogstwaarschijnlijk wordt afgeslagen, omdat als die zou worden aangenomen, dan zouden ze er al iets over gehoord hebben. En dat is niet het geval. Maar goed, we moeten het nog maar een klein beetje afwachten om de precieze reactie van het Witte Huis te horen. Overigens, wat de ambassadeur zegt, vind ik wel logisch en plausibel klinken. Trump is uitgenodigd om een bepaalde slag te herdenken uit de Tweede Wereldoorlog. Daar waren de Amerikanen eigenlijk niet echt bij betrokken. Dus dan is er ook niet per se een reden voor Trump om daar nou bij aanwezig te zijn. En hij heeft nu een oorlogsding bijgewoond. Dus ja. Maar goed, dan toch die uitnodiging van Willem-Alexander. Heeft hij dan daar niet goed over nagedacht? Ik denk eerlijk gezegd dat ze dat normaal gesproken zouden hebben afgestemd. En het is eigenlijk gek dat ze dat nu niet hebben gedaan, ja. Het kan ook zijn dat ze natuurlijk gewoon proberen en maar zien. Absoluut. Het kan ook zijn dat ze het hoopten dat hij zo zou komen, inderdaad. Ja. Dankjewel voor wat je allemaal verteld hebt. Victor Vlam, tot de volgende keer.